Hallo allemaal, salam alaikum. Welkom terug bij mijn nieuwe video. Ik ga vandaag kipwraps maken op een lekker simpele manier. Ik heb twee stukken kipfilet in lange repen gesneden. Soms krijg je ook van die kleine blokjes of van die kleinere stukjes, maar dat is niet erg. Ik heb van de toko buldak pittige saus bij de kip gedaan, ongeveer 1 eetlepel. Deze pittige saus kan je ook gewoon weglaten. Dan heb ik 1 theelepel gember erbij gedaan, 2 volle theelepels knoflookpoeder, 1 afgestreken theelepel peper, 1 theelepel paprikapoeder en 1,5 theelepel zout. Een scheutje zonnebloemolie doe ik erbij. En dan ga ik dit heel goed mengen. Dan laat ik het even 20 minuten staan. Dit kan je ook een dagje van tevoren laten marineren. Dan trekt het natuurlijk nog beter in. Ik heb dan in een zak wat bloem gedaan. Ongeveer 300 gram bloem. En dan heb ik in een andere zak ook ongeveer 300 gram tempura meel. Bloem en zulke dingen doe ik meestal in zakken. Dat vind ik makkelijker, want dan kan ik meer tegelijk zeg maar in bloem doen en dan door tempura meel. Je kan in plaats van dat bloem, tempura bloem, kan je ook paneermeel gebruiken. Je hoeft er niks bij te doen. Of je doet het dan weer door meel, dat is niet erg. Ik heb dan nog 3 eieren geklutst. Dan doe ik de kipstukken eerst door bloem. Dan door ei en dan door tempura meel. Ik klop het dan ook elke keer af. De overtollige bloem klop ik elke keer af. En zo ga je verder totdat je alle kipstukken door bloem hebt gedaan en door ei. Ik heb het steeds op een bakplaat gelegd met bakpapier. Dan blijft het ook niet. Ik heb het dan ongeveer een uurtje in de vriezer gedaan. En dan heb ik het afgebakken in hete olie, in zonnebloemolie. Voor de wraps heb ik alvast ijsbergsalade zo gesneden zoals jullie kunnen zien. Dan heb ik het in de koelkast gedaan, zodat ik het zo meteen kan vullen met ijsbergsalade. Frituur de kipstukken dan in hete olie en laat ze dan uitlekken op keukenpapier. Kipfilet is eigenlijk altijd best wel snel klaar. De kipstukken zijn echt lekker krokant. Ik heb dan de wraps naast elkaar gelegd en doe ik er wat mayonaise op. Maar je kan natuurlijk ook andere sausjes erop doen. Dan doe ik er wat kaas op. En daarop doe ik weer ijsbergsla en dan de kipstukken. Ik ga de wraps dan best wel strak aanrollen. En het beste is dat het einde aan de onderkant is. En zo ziet het dan aan de binnenkant eruit. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer, inshallah. Doei!